Het, het risico, hè, want, want Hoekstra is ook stevig in zijn taal uh, naar Rusland toe. Um, is dat goed? Ja, ik? ik vind vooral Engeland en Amerika stevig. He, je zag echt Steviger de toon... dan wij. Ja, ja, je zag echt okay. de toon omslaan de afgelopen weken. Waarbij uh, vooral Engeland uh, het had over we gaan uh, Rusland weer verjagen uit Oekraïne, we gaan Oekraïne bevrijden. Uh, Amerika had het over we gaan het vermogen van Rusland uh, uh, verminderen, zodat ze niet meer zo'n aanval kunnen gaan doen. Dat hele offensieve taal die je gebruikt. Uh, en uh, laat even buiten kijf dat de steun aan Oekraïne heel belangrijk is. Dat moeten we vooral blijven doen. Maar laat vooral de daden spreken. En wees voorzichtig met de woorden. Want als je hem publiekelijk... Uh, ja, tegen de muur gaat zetten en onder druk gaat zetten van uh, jij moet eruit uh, en wij gaan winnen. Ja, dan heeft die man nog maar twee keuzes. Of hij gaat eruit met een staart tussen de benen, maar daar is hij niet echt de type voor. Of hij gaat uh, andere opties kiezen. Ja, dus je moet hem Heb eigenlijk je... een kans geven. Ja, om ja hij moet met eigenlijk opgeven. zelf tot de conclusie komen van ja. Ja, dit is een heiloze weg, ik moet hier weg. En wat vindt u nou van de toon van Hoekstra? Nou, de Hoekstra, ja, die, die, die kijkt meer naar de Europese inspanningen en dat die vergroot moeten worden. Ik denk dat dat wel een, een terechte constatering is. Uh, en dat is natuurlijk wat over de hele breedte van Europa gebeurt. En we dat kan hebben allemaal die week op Kool gehad, we komen er nu allemaal achter. Dat je hier toch ook wel uh, je zorg over moet blijven maken. Dat je er ook in moet investeren. Ja. Dus dat, dat valt wel mee. Uh, want dat doen alle landen. Maar echt die retoriek tegen Poetin, van we gaan hem verjagen, dat, dat, dat vind ik een gevaarlijke ja. retoriek. En ik denk dat Nederland daar ook wel een beetje op zijn kievive moet zijn van uh, ja praat ze nu ook namens ons ja. of, uh, of niet.